Brand! Ja, vooral. Jij wilt me er gewoon aan. Ik zeg het, brand. Kijk om. Ah! Ja! Lopen! Kijk nou oud je altijd in deze bank bevindt. Dat staat op rekening. Geef me dan de rekeningnummer. Ja. En een beetje snel, want ik heb niet veel geduld. Dank je. Want niemand mag weten wie ik ben of hoe ik eruit zie. Schiet ik jou ook door. Het is eigenlijk ook niet raar dat onze vader juist weg was op het moment in de ontploffing in dat bos. Ja, ik vind dat ook heel raar. Want het doet ook al zo raar na wat dat geweest is. Ja. En dan als het op de radio daarover gaat, als ze daarover spreken, dan probeert hij altijd van onderwerp af te wijken. Ja, dat is mij ook wel opgevallen. Ja. Volgens mij heeft er toch iets mee te maken. Ik denk het ook. En wat is papa? En we zijn al lang thuis, hè? Al heel lang. Even met de briefje. Staat erop? Beste kinderen, ik ben weg omdat er dingen zijn die jullie niet meer mogen weten. Ik zal jullie nooit meer zien of niet leven. Graag. Hoi, hoi. Ah, maar is het toch spijtig dat mijn broer het ziekenhuis ligt met een gebroken arm. Moet ik mijn vader zelf gaan zoeken. Ah, ja, ja. Dan ga ik hem gaan zoeken. Papa! Oh nee. Hij heeft zelfmoord gekregen. Het was dus een brief. Hier nog zo'n brief. Beste mensen, als jullie mij vinden, is het maar om te zeggen dat ik zelfmoord heb gepleegd. Omdat ik het nummer aankom van al die misdaden die ik heb gepleegd. Het is zo erg. Papa!